uiteindelijk zijn we van ons soort bedrijven, vastgoedonderhoudsbedrijven, zijn van projectgericht werken. Dus project na project na project. Na procesgericht gaan werken. Dus dan ging je in ieder geval al projectoverstijgend met je opdrachtgever aan de praat over hoe kan je dat het meest effectief indelen. En uiteindelijk na deze tijd van schaarste, zowel in intellect als in arbeidscapaciteit en zelfs grondstoffen, hebben we gedacht als we nou kunnen komen tot een stuk programmering, dan zou je een concept moeten hebben, gedragen door ketenpartners waar wij mee samenwerken, die ineens de stap kunnen maken naar 2050-proof, dus aardgasloos. Het uiteindelijke werk- en denkproces heet dan Control 2050.